Het weer verandert hier nogal eens deze dagen in de vroege winter. Maar nou, s'ochtends vroeg is het opeens wel heel erg mooi weer. En dan kan je heel mooi zien het Neues Palais, dat wil zeggen het nieuwe paleis. Het bestaat uit twee gedeelten. Het eigenlijke paleis, 200 kamers. En de voortuin, waar tussen de paradeplaats vroeger was, waar soldaten marcheren. En de voortuin is een reusachtig kunstwerk met prachtige trappen. Nou heet het dus, vertaald, het nieuwe paleis. Maar het eigenaardige is dat het eigenlijk even oud is als het Sanssouci, wat er heel rococo uitziet, het kleine zomerpaleis. Hier heeft dus vroeger een ander paleis zijn. Maar dit was dus het hoofdpaleis van de Hohenzollerns. Niet hun stamslot, dat staat in Hechingen, elders in Duitsland. Ze hebben nog een heleboel andere. Maar dit was hun bestuursslot. Hier regeerde de keizer vanuit de residentie in Potsdam, zoals het hier heet. En wat ik tot slot wil zeggen hier buiten, omdat het nou zo mooi weer is, dat je prachtig kunt zien aan het Neue Palais dat het een overgangsconstructie is in architectuur. Frederik de Groot, die dit ook heeft laten bouwen, die was typisch een rococo, of een rococo, hoe je het ook wil uitspreken, man. Dat was een man van krullen draaien, van versieren. Maar de architecten, het zijn er drie die hier verantwoordelijk voor zijn, die architecten die zagen langzamerhand al de klassiek aankomen. Die wilden een beetje Romeinser bouwen, wat klassieker. En dat klassieke kun je zien bijvoorbeeld, dat ze het hebben geprobeerd, in die zuilen. Hè, dan krijg je die lengte erin, dat tempelachtige. En je kunt het daar ook mooi zien. Daar staat zo'n zuiltje op dat gebouw, dat komt zo uit Rome of uit Egypte of Griekenland daar. Die zuil boven op dat voorgebouw, die zwarte zuil. En daarachter staat iets in plastic gehuld. Daar moet een koepeltje worden gemaakt. Een koepeltje overigens, daar zitten twee koepels. Eén koepel is in de oorlog eraf gesodemieterd met een bombardement. Maar die is er dus nu, is er over opgezet en die andere wordt ook gerestaureerd. Hier zie je dus prachtig een overgangstijd. Frederik de Grote was alleen niet een overgangs, was geen overgangsvorst, maar hij zat wel in de overgangstijd van de architectuur. Hij was voor al die drukke beeldjes en die krullen. En de architecten die wilden liever dit. Die wilden zuilen, die wilden pilonen, die wilden friezen. Ja, dit paleis bestaat al zo'n 250 jaar en dat zie je aan deze zaal. Dat heet de Grottenzaal. Maar hier kun je zien ook dat het rariteitenkabinet, toen dit gebouwd werd, nog in zwang was. Het rariteitenkabinet, dat was een zaal waarin je liet zien wat er allemaal in andere werelddelen en andere werelden te
te koop was. Zeeslangen, mineralen, schelpen. En dat werd dan gewoon op de muur geplakt. Meestal had je zoiets heel klein in de tuin. Maar uiteraard werd het hier in Duitsland, in Potsdam, heel groot midden in het paleis gebouwd. Deze zaal is ontworpen door de architect Gontard. Een van de drie architecten die dit hier gebouwd heeft in het midden van de 18e eeuw. Maar eigenlijk wat er op de muren is geplakt aan schelpen en mineralen, dat komt allemaal uit de 19e eeuw. In de 19e eeuw krijg je een aantal zeer grote Duitse reizigers. Bijvoorbeeld von Humboldt, Alexander von Humboldt. En die komen met spulletjes uit bijzondere landen terug. En die worden dan op de muur geplakt. En als we eens daarheen gaan, dan kun je zien hoe bijzonder het allemaal is. Wat er allemaal zit. Kom maar eens hier. Kunnen we hier onderdoor? Kan je er onderdoor, Paulien? Bij Bukkies? We kunnen er beter overheen, denk ik. Ja, kom maar, kijk, kom. Kijk, kijk, kan je zo? Ja? Moet je eens kijken wat hier zit. Hier is de... Allemaal schelpen. Zie je dit hier? Wat een enorme constructie dat is. Dit is nog tot diep in de 19e eeuw gedaan. En dit vond men mooi. En het is niet alleen mooi om de bijzondere dingen die je kunt zien, de schelpen, maar het is ook mooi door zijn compositie. Dus hier wordt de natuur tot kunst. En hier krijg je weer wat ik al eerder heb verteld. Wat wilden de Duitse keizers in het bijzonder? Wat wilde in het bijzonder Frederik de Grote en daarna Willem I en Willem II? Willem II, het einde van het keizerrijk in 1918, die wilde de natuur beheersen. En hier krijg je op een prachtige manier hoe de natuur beheerst wordt. Maar dit zijn natuurlijk wel ontzettend bewerkelijke toestanden. Pas op dat je niet over dat koord hier struikelt. Dan gaan we daar eens heen. Je ziet overigens allemaal koetsjes staan hier. En die koetsjes zijn uit de tijd van Frederik II, dus uit de 18e eeuw. Maar als je zoiets... We lopen een beetje gek en het komt omdat we op die rare sloffen lopen. Dus het lijkt alsof we een beetje schaatsen. En dat is ook zo. En er zit hier een man. Die zit hier te restaureren. Kan je hier een beetje donker, maar het komt, er. Hallo? Und was machen Sie hier? Ich mache eine Bestandsaufnahme der Minerale, Gesteine und Fossilien. Sie machen eine Bestandsaufnahme der Minerale und warum? Ja, wir müssen genau wissen, was für Gesteine und Minerale haben wir hier. Wir müssen wissen, was für Schäden sind hier, die diese Minerale und Gesteine zerstören, ja, um daraufhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Sind das seltene Minerale oder gewohnte? Es sind sehr seltene Minerale zum Teil. Überwiegend aus dem letzten Jahrhundert sind die hier angebracht worden, aus allen, 19. Jahrhundert. Aus allen Teilen der Welt. Ja. Und können Sie eine sehr seltene Mineral anweisen? Was ist sehr selten hier? Können Sie etwas anweisen? Ist hier ein kleiner Anweisung dort? Zum Beispiel, das ist ja? Ein Speckstein, der kommt vom Dies Dom. Ist ein Speckstein, ja? Der kommt vom Dom von Trondheim aus Norwegen. Norwegen. Das hat der Kaiser mitgebracht. Der Kaiser Wilhelm II, weil sehr ja, genau, beliebt auf Norwegen und die Nordland reisen. Ja, hier zum Beispiel haben wir ein Fossil. Hier haben wir Kalzit oder hier kann man sehr reiner Bergkristall. Es ist in der Tat sehr rein. Sie sind Geologe. Ich bin Geologe, ja. Ja. Aber Sie wissen alles von Gesteinen, nicht von diesen Tieren dann, oder? Doch, das gehört dazu. Bisschen, das gehört dazu, ja. Im Laufe des Studiums muss man auch... Ah, Fossile gehört zu Geologie. Paläontologie. Ah, ja. Lernen, ja. Aber die muss schon, das gehört nicht zur Geologie. Zur Geologie nicht, aber das wird im Rahmen dieser Untersuchungskampagne wird das auch mit untersucht. Und Sie machen einen Plan von all diesen Mineralien? Genau, alle Steine, alle werden beschrieben. Also erstmal wird aufgenommen, genau, wird gemessen, wie groß. Und dann wird es beschrieben, die Eigenschaften. Und dann wollen wir auch versuchen herauszufinden, woher kommen diese Stücke, aus welchen Teilen der Welt. Gibt es Dokumentation, über die Entstehungsgeschichte? Auch Archivalien, ja? Es gibt Briefe an den Kaiser, wo Geschenke dann beschrieben sind, die der König dann bekommen hat. Und ja. Aber Ihre Untersuchungen dauern zwei Jahrhunderte, denke ich dann. Ach nein, es geht. Man muss am Anfang sich ein gutes Konzept überlegen und nach einer Weile wird es immer schneller. Und viele Sachen wiederholen sich dann auch. Was man hier zum Beispiel hat, hat man an anderer Stelle auch wieder. Ja. Und das ist ähnlich. Und jetzt eine neumodische Frage. Was ist die wissenschaftliche Importanz
diese Untersuchungen. Erstmal muss man ja wissen, was man hier überhaupt für Schätze hat. Das ist gar nicht so bekannt. Und das muss herausgefunden werden, um überhaupt zu wissen, was für ein Reichtum man hier hat. Ja. Und dann eben auch, wenn man eben Fehlstellen hat, vor allem bei dem, im Bereich der Türen, da fehlen einige Stellen, dass man dann auch Stücke wieder besorgen kann, um sie auch wieder einzusetzen, damit das Gleiche wieder erhalten wird. Und das Endziel ist ein gedruckter Katalog? Das wäre eventuell, das steht das steht im Raum, das zu machen, ja genau. Ja. Das soll eine Dokumentation werden. Und aber auch eben auch für hinsichtlich der Restaurierung sollen Vorschläge gemacht werden. Ja. Und Sie arbeiten hier von Fotografien hier? Ja, genau. Sie sind alle fotografiert worden, die einzelnen Bänder. Und dann wird da eine sogenannte Kartierung durchgeführt. Jedes Gestein wird umrandet. Ja, können Sie es vergleichen? Hier ist die Transparent. Genau. Und eine Fotografie. Mhm. Und dann bekommt ihr jedes Stein einen Katalog. Jeder Stein? Jeder Stein, der verbaut wird. Was ist Stein 635? Das ist die Nummer. Das ist die Nummer. Dann wo, an welcher Wand ist genau, damit man es immer wieder finden kann. Wo ist 695? Das wäre das da oben. Das ist in diesem Fall, das ist an dieser Wand hier vorne. Das Teil, ja. Stein 635. 95. 95, bezeichnen wir. Ja, aber es ist wichtig, man muss genau recherchieren, sonst kann man, man muss es ziemlich genau machen, ja. Sonst ist es nicht. Wissen Sie ungefähr, wie viele Nummern es gibt hier? Tausend? Wenn man nur diese Steinbänder nimmt, sind das an die 20.000. 20.000 und das sind, lass uns sagen, 10? 200.000 ungefähr? Nein, 20.000 insgesamt. Also, das ist schon mal eine Untersuchung gemacht worden in den 80er Jahren. Und da wurde geschätzt, das ist ca. 20.000. 20.000. Von diesen Steinmineralen. Steine. Dazu kommen keine natürlich Muscheln. Keine Muscheln, die kommen noch extra dann. Ich wünsche Ihnen guten Erfolg. Danke sehr. Ja, danke schön. Ja. Dan kun je maar één keer doen. Er is even niemand. Dit is de marmeren zaal in het slot. Ja, het is jammer, er zijn hier dus honderden kamers en zalen. Die kunnen we hier allemaal laten zien. En we laten nu maar de mooiste en de grootste zalen zien. Hier beneden, ik zal maar zeggen, op beletage, is de grottenzaal. En hier dan op de eerste etage is de marmeren zaal. Die is uit 1755 en het is een kunstwerk van marmerkunst. Het is allemaal gezaagd en in elkaar geplakt. De kamer heeft de zaal heeft een motief en dat is de Romeinse schrijver Ovidius Naso. Dus allemaal, altijd heeft het altijd een symbolieke literaire betekenis. En zeker in het geval van Frederik II heeft het hier natuurlijk weer een literaire betekenis, want hij was dol op de klassieke en Franse letterkunde. Ja, wat moet je hier verder over zeggen dat het mooi is en dat ik het niet heb? En je ziet dan boven daar nog een klein balkonnetje en ik stel me zo voor dat de vorsten van daaraf minzaam neerkeken op de edelen, die een leuk dansje maakte, een quadrille, stel ik me zo voor. Dan. Mooie kast hier in een kamertje, zal ik hem eens open doen? Nou, het gaat niet open, hè? Het is geen laadje, dat is het wel. Moet je kijken. Dit is nou een keizerlijke badkamer. Dit is allemaal aangebracht in de 19e eeuw. Toen elektriciteit kwam, toen warm en koud water kwam. Toen kreeg de keizer ook een leuk badkamer. Er zijn er meer, maar we laten er maar eentje zien. Hoe zag het hofleven eruit? We weten natuurlijk wel een beetje hoe het in de eind 19e eeuw, begin 20e eeuw eruit zag. Hè? De Sisi-films zijn behoorlijk gedocumenteerd, dat klopt wel. Maar er zijn zelfs filmpjes hier, in ieder geval foto's, van hoe Wilhelm II hier zich gedroeg aan het eind van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw. Bijvoorbeeld als je die kroonluchters daar ziet, die werden elektrisch gemaakt tijdens de regering van Willem II. Toen werd het allemaal moderner, maar hoe ging het hier toen in de 18e eeuw, ten tijde van Frederik de Grote?
Dit was de zaal waar men wachtte. Voor en tijdens het dansen zaten hier de hofdames en de edelen met een plankje met blokjes kaas, met vlaggetjes en een toosje haring. Ik weet het niet. Later werd er op ze klagen hier wel ontzettend over dat het zo ongelooflijk oncomfortabel en koud is. Zou de kroonluchters zijn gemaakt, maar je hebt daar dus ook gekregen in de tijd van Willem II centrale verwarming. Want dat zijn roosters, daar kwam hete lucht uit. Er is zelfs eentje verder hier een pompgebouw gebouwd, verkleed. Helemaal omkleed als moskee, maar dat moest allemaal in een bepaalde sfeer. Dus dan denk je, er staat een moskee. Nee, dat is het pompgebouw. Hier is ook, zoals wij nu weten, het einde van het keizerrijk beslecht. Want ja, hier werden de foute beslissingen genomen. Hier werd keizer Willem II in 1912, 1913 werd hij oorlogzuchtig. Toen begon hij een enorme grote vloot liet hij bouwen en dan ging hij tegen Engeland een keer. Het werd uiteindelijk zijn ondergang. Maar zou je kunnen denken, na zijn ondergang, dan is hij toch een beetje thuisgekomen in ieder geval hier. En dan zal hij hier wel ergens begraven zijn. Zoals we weten is dat niet het geval, hè? Want Willem II is in Doorn begraven. En die ligt daar naast zijn hondjes, vlakbij zijn hondjes. Nou, dat heeft natuurlijk alles weer te maken met het imiteren van een van zijn voorvaderen, Frederik de Grote. Die ligt ook niet hier vlakbij begraven. Die ligt met eentje verder in Sancy begraven. Ook naast zijn hondjes, daar heeft Willem II het van gepikt. Dus de twee grote liggen niet daar begraven. En dat laat ik nu zien. Als ik hier het gordijn open doe, dan kun je daar de antiekentempel zien. En daar ligt de rest van de familie. En hier had dus ook eigenlijk begraven moeten worden Willem II. Hitler had hem daar graag willen begraven toen Willem II in de Tweede Wereldoorlog overleed. Maar de familie wilde het niet. Ze wilden geen nazi-demonstratie met de ex-keizer. Maar de rest van de familie ligt allemaal daar in de antiekentempel. Ja, de antiekentempel. We gaan de kisten zien. Hohenzollerns. De begraven liggen. Dit is keizerin Victoria, de eerste vrouw van Wilhelm II. Zij is dus begraven hier, in 1921 overleden in Doorn. En uiteindelijk toch hier begraven. Haar man, keizer Wilhelm, had hij dus ook moeten liggen. Maar dat is dus nooit gelukt, want die is gewoon in Nederland begraven in Doorn. Er liggen hier een groot aantal Hohenzollerns. En ik weet niet precies wie, want ze liggen in plastic, de kistjes. Ja, het staat er niet op. Maar dit is dus het voornaamste graf hier. Dit is het graf van Victoria. Nogmaals, de eerste vrouw van Willem II. De hoogste vrouw van het einde van het keizerrijk, die ligt hier wel. In de antiekentempel, die is gebouwd in klassicistische stijl uiteraard weer. En hier hadden eigenlijk alle keizers moeten liggen. En hier hadden vanen moeten hangen, want je ziet hier allemaal vlaggenstandaard en hier hadden allemaal plaquettes moeten hangen. Het heeft ook allemaal gehangen, maar er is hier ontzettend veel gejat door de Russen. Het is een beetje een onttakelde tempel, een onttakelde tempel. Het mooie is dat het tot nu toe niet gelukt is om een kist of een tombe van een van de Hohenzollerns te filmen. We kregen maar geen toestemming, bijvoorbeeld in Doorn. Hier hebben we geen toestemming, maar hier hebben we dus wel toestemming gekregen. En ik moet zeggen, het is een zielig zootje. Maar eigenlijk is het keizerrijk ook een beetje zielig geëindigd. Het keizerrijk is geëindigd in ongelooflijke zelfoverschatting van een wat proleterige man, Wilhelm II. Die heeft het echt verkloot. En dat is eigenlijk ontzettend jammer. Want als je let op zijn voorvaderen, bijvoorbeeld Friedrich, wat toch die heeft maar 99 dagen keizerrijk, maar echt een liberale man. Of Friedrich de Grote, de hele grote Duitse keizer, dan had het zoveel beter gekund. En nou is het gewoon in een herfstig bos, staan er wat kisten onder plastic. En ik geloof ook dat niemand het hier ooit meer bezoekt. Behalve wat rare Duitse nationalistische clubjes. Het is een treurigheid. Maar ja, aan de andere kant, misschien is het wel beter zo.
hier lang rum in die Ecke suchen, bis in die Ecke. Hier rinder nehme ich da. Dit is het. De Prinsenspielburg. Dat wil zeggen, een miniatuurburg, nagemaakt van een bestaande burg, waar de prinsjes konden spelen. De kinderen van Willem II. En die konden hier spelen met echte kanonnetjes. En die stonden dan hierin. En die schoten echt. Dit is nog hier, een draaischijf stond zo hier een kanon op. En het waren kanonnetjes die waren gratis ter beschikking gesteld door Krupp. En Krupp was de metaalfabriek die Duitsland bewapend heeft. Foute firma's, ook ontmanteld zelfs na de Tweede Wereldoorlog. Bestaat inmiddels weer een beetje. Maar Krupp en Bismarck en Willem II, dat is toch het enge Duitsland. Nou zeg ik dat dit heette de Prinsenspielburg. En eigenlijk is dat nog ineens helemaal waar. Want deze burg, daar hebben de prinsjes maar heel weinig gespeeld. Weet je wie hier wel speelde? De keizer zelf. Wilhelm II was hier bezig met die kanonnetjes die echt schoten. Die had daar verschillende soorten beton laten neerzetten. En die schoten dan op en die zei, dat beton redt het niet tegen de kogels, maar dat wel. We moeten dat beton gebruiken voor forten tegen Frankrijk. Als je nou echt spreekt over een oorlogshitser, dan is dat Willem II ongetwijfeld geweest. En die Willem II, die heeft dat laten zien door dit krankzinnige fort. Natuurlijk, ik ken ook kinderen die krijgen oorlogsspeelgoed. Die krijgen één kanonnetje, vind ik belachelijk, zou ik nooit doen. Maar het is natuurlijk nog wat anders als je een heel fort laat bouwen met kanonnetjes die levensgevaarlijk zijn, waar je mee kunt verwonden. En die kanonnetjes, die ga je ook echt gebruiken voor militaire experimenten. Er wordt verschillend gedacht over Willem II, dat weet ik. En misschien ben ik te ongenuanceerd. Maar als ik dit zie, dan denk je ook dat dit een plek is waar de vernietiging van Europa voor een gedeelte is begonnen. Ik wil niet al te ongenuanceerd zijn, maar de 20e eeuw is buitengewoon moeilijk. Dat weet iedereen voor Europageest. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En als je dit ziet, wat hier is gemaakt, dan denk je, ja, als je dit voor je kinderen en voor jezelf bouwt, dan vraag je ook om moeilijkheden. En die moeilijkheden, die kennen we. En die zie je dus hier in een heel klein voorbeeldje, of eigenlijk een heel groot voorbeeld, want het is groot speelgoed. Dat zie je hier in de tuin in Potsdam. En het is vervallen. En moet je dit nou restaureren? Ik denk het wel. Dit moet je laten zien. En daarom laten wij het ook zien.